De warme zeemeermin verkiest warm water. En de koude zeemeermin houdt van een ijskoud bad. Ze zijn zo verschillend, maar toch zijn ze beste vriendinnen. Hun liefde voor de zee en het Lalilu-kanaal brengt ze samen. Alles in Mary's huis wordt gedaan volgens een koud palet. Onze heldin houdt van naaien. Daarom liggen er stoffen voor elke smaak in haar kast. Mary is op zoek naar een stof om een kamerjas te maken. Wat zal ik kiezen? Ik kies paillettenstof. Ik wil ook mooie dingen dragen als ik thuis ben. Het meisje maakt een klein strikje los. Knip het juiste stuk. Wat tijd en moeite. En het kleed is klaar. Ik denk dat het er goed uitziet. Wauw! Ik moet het passen. Het past me zo goed. Ik zal er een satijnen lint omheen knopen. De kleren die je zelf maakt zien er altijd beter uit. Laten we een wastafel maken voor de koude zeemeermin. Gebruik een parfumflesje en een halve schelp. Plaats een schelp op een steun. Maak het achterpaneel van boekbindkarton. Maak een opening en bevestig een lipje van een metalen rietje. Alles moet in het thema van de zee passen. Bergkristallen, steentjes, schelpen, halve kraaltjes en zelfs een zeemeerminnenstaart. De ontwerper heeft veel moeite gestoken in het decor. Nu moet het alleen nog geïnstalleerd worden. De wastafel zal heel goed passen bij het interieur van de badkamer. Een zintuigelijke kraan. Als Mary haar handen eronder houdt, begint het water te stromen. Dat is pas magie. Dit water is zo cool. Net wat ik nodig heb. De glans van stenen heeft een kracht om je humeur veel beter te maken. De warme zeemeermin Jessie wil al heel lang een kaptafel. Maak contouren op dik karton. Maak een frame van kartonnen platen en een lotionhouder. Omwikkel de tafel met glanzend schuimpapier. Er komt glittervlam op de bodem. Versier de spiegellijst met kristallen en strassteentjes. Plaats spiegels op de tafel. Voeg nog meer versieringen toe. Een vissenstaart, een schelp en veel kiezelstenen. Jessie zal het geweldig vinden. De kamer van de warme zeemeermin heeft zoveel rood. Jessie maakt zich al klaar voor de spiegel. Maar de vis zag het nieuwe eerst. Wat een mooie haarkleur. Elk kapsel maakt me het middelpunt van de belangstelling. Eerst borstelde Jessie haar haar. En besloot het daarna te krullen. Het ziet er geweldig uit, toch schatje? Je hebt zo'n geluk. Je hebt alleen vinnen en je hebt geen styling nodig. Gebruik een ijsbakje om een bad voor koude zeemeermin te maken. Verwijder de opschriften en verf het bakje blauw, zodat het op diep zee lijkt. Voeg golven en zeeschuim toe aan de zijkanten. Versier het bad met blauwe kristallen. En plastic schelpen kunnen benen worden. Gebruik zachte pijpenragers en metalen versieringen om een douche te maken. Maak een goede gieter, zodat het water niet lekt. Bevestig een kraan aan de gootsteen en twee mini-bloemen worden knoppen. Mary besluit een koud bad te nemen. Eerst giet ze er wat water in. Toen het bad vol was, deed ze haar badjas uit en stapte in het water. Onze meisjes hebben een speciaal geheim. Als ze water aanraken, veranderen ze in zeemeerminnen. En hun benen worden een mooie staart. Vergeet de badspons niet. Maak hem van glitterende tulle. Span de stof zo op en maak de randen gelijk. Onze zeemeermin heeft het koud. Water en schuim veranderen meteen in ijs en sneeuw. Maar dat weerhoudt haar er niet van om van een heerlijk geurende douchegel te genieten en de staart voorzichtig te wassen. Voor de staart hebben we paillettenstof nodig. Maak hem uit twee delen. Maak een fin van dunne plastic map.
Knip de juiste vorm en gebruik een priem om aan beide kanten vouwlijnen aan te brengen. Uiteindelijk wordt de staart en de fin één. Gebruik een dikke draad als frame. De staart zal er beter door buigen. Vul het met vulling en bevestig de staart aan het lichaam. Nog een detail. Voorzie het geheel van een glinsterende kant. Nu zijn de bevestigingspunten tussen het lijfje en de staart bedekt met een riem. Dankzij de staart kan Mary zich onder water voortbewegen en de oceaanbodem bestuderen. Wat voor schatten zijn hier verborgen? Er schittert iets in een gootsteen. Een accessoireketting. Nou, dat is goed om mee te beginnen. Ik zal het haar ermee versieren. De koude zeemermin ontspant zich op de stenen. Ik vraag me af wie ik als eerste zal ontmoeten. Oh, een dolfijn! Kom hier, schatje. Ze zwommen vrolijk door de zee. Mary merkte niet op hoe de dolfijn haar naar de stenen dreef. Wat wil hij me laten zien? Dat ziet er mooi uit. Ik zal een koppeling maken van een schelp. Bedek een ijsbakje met spuitverf. Teken vuurvlammen. Wat fonkelt daar? Dat zijn glitters. Goed gedaan. Het bad wordt vastgezet op stervormige poten. Installeer een gebogen scherm uit een draad en een fixator. Versier het met een rood anker. Knoppen van strass passen bij het ontwerp. Het is belangrijk dat je je niet verbrandt in zo'n bad. En Jessie houdt van warme water. Het bad is vol. Kijk eens naar die stoom. Het wordt hier heter. Toen het meisje het water aanraakte, veranderden haar benen in vinnen. Ik ben nog steeds niet gewend aan mijn transformaties. Het is tijd voor een warme zeemermin om een makeover te krijgen. Lalilu hairstylisten zullen alles in orde maken. Het is onmogelijk Jessie te herkennen met haar nieuwe haar. Maak eerlijke haarextensies van linten. Deze kleur staat haar echt. Wauw! Verf een ketting en een topje rood. De bloem heeft ook nieuwe bloemblaadjes gekregen. Strooi glitter op een stickerlaag. Het glanst zo mooi. Verwijder de extra glitter en versier de bovenkant met een accessoireketting. De fin heeft een glinsterende glans. En de staart heeft glinsterende schubben. Knip een vurige rok uit. Het zal de overgang tussen het lichaam en de staart versieren. Wauw! Laten we aan de make-up werken. Verf wenkbrauwen die bij het haar passen. En oogschaduw fonkelen als honderden lichtjes. Jessie valt altijd op. Iedereen houdt van haar kleurrijke look. Als ze een bad neemt, waant de zeemermin zich op de bodem van de oceaan. Het uitzicht is zo prachtig. De schoonheid van de natuur is onbeschrijfelijk. Jessie was moe van het zwemmen en besloot een pauze te nemen op de stenen. Hier is een kleine krab. Laten we vrienden zijn. Maar ik moet terug naar de oppervlakte. Het recept van een zeemermin bubbelbad. Neem 3 lepels zuiveringszout. Doe er 1,5 lepel citroenzuur bij. Voeg rode glitters toe en oranje. Meng voorzichtig alle ingrediënten. Giet de juiste hoeveelheid in een kleine sauspot en doe er een etiket op. Warme zeemermin zwom naar de oppervlakte om te genieten van een bubbelbad. Voeg wat mix toe aan het water. Alles begint te koken als vulkanische lava. Ik vind het geweldig en het schuim glinstert ook. Ik kan me niets beters bedenken. Oh, dat was een geweldige duik. Nu kan ik rusten. Waar is mijn badjas? Neem de maat op van een keukenhanddoek. Knip het hoofddeel en een paar mouwen eruit. Naai de delen aan elkaar. Maak een snede in het midden door de 2 flappen te scheiden. Het is klaar. Nu moeten we het versieren met pailletten, inzetstukken en een kraag.
Nu zal de warme zeemeermin het niet te koud hebben na een bad. Ik was het bijna vergeten. Ik heb mijn badjas aan een kleerhanger gehangen. Ik leer mezelf om dingen op hun plaats te hangen. Het is zo comfortabel in deze badjas. En ik kan ontspannen na een warm bad en strips lezen over de zee. Hihi! Jessie en Mary zijn beste vriendinnen. Ze ontmoeten elkaar vaak op de bodem van de oceaan om hun nieuws te delen. Is er een nieuwe stylist in de salon? Of zijn er weer nieuwe finontwerpen in de mode gekomen? Ik moet alles als eerst weten. De zeemeerminnen houden ook van tikkertje spelen. Kom op en pak me. Ik zal je met gemak achterna zitten. Wie vond jij leuker? Koude Mary of warme Jessie? Reageer hieronder. Like een video en abonneer je op Lalilu. Zowel water als landdieren zijn dol op onze heks.